En dan dit, corona maakt ook slachtoffers op de beurs. De Amsterdamse AEX sloot met een verlies van bijna 11%. De slechtste dag sinds 1987. De AEX had zijn slechtste dag sinds 1987. Ja, want toen ging hij voor de grap wat eerder naar huis en toen vond hij zijn vriendin in bed met de Dow Jones. Hier zie je beursgenoteerde bedrijven, alle koersen gaan omlaag, maar ik zag één blauw dingetje staan, Flow Traders. En ik dacht, wauw, wat is dat voor bedrijf dat zo goed gaat? Tot ik afgelopen donderdag het Parool pakte en toen snapte ik het eigenlijk wel. Want kijk, medewerkers van het bedrijf Flow Traders slapen in tentjes op de werkvloer. Wauw, wat een toewijding voor de goede zaak. Het is alleen ontzettend jammer dat die goede zaak niet het land of de volksgezondheid is, maar hun eigen bedrijf, Flow Traders, dat dankzij corona een krankzinnig goede maand heeft. Kijk, dit is de koers van Flow Traders. Dat is een geil grafiekje, toch? Ja, ik zit misschien al iets te lang in quarantaine, hoor. Ik word overal opgewonden van inmiddels. Nee, herkenbaar. Oké, thanks. Maar de koers van Flow Traders is dus precies tegenovergesteld aan de koers van de AEX. En je dacht misschien dat je nu alleen nog winst kon maken in de mondkapjeshandel of als je directeur bent van afgelast.nl. Maar beurshandelaar Flow Traders maakt dus ook winst. En je denkt misschien, cool, een bedrijf dat ook tijdens de crisis lekker gaat. Hè? Maar waarom het misschien iets minder cool is dan je denkt, ga ik je uitleggen. Flow Traders is geen gewone beurshandelaar, maar een flitshandelaar. En flitshandelaren die gaan altijd lekker. Vooral als de beurs hard op en neer gaat, zoals bijvoorbeeld ook in 2018. Juist als het allemaal minder gaat, ja, dan gaat Flow Traders weer geld verdienen. En nou ja, je ziet gewoon dat als die bewegelijkheid hoger is, dat zij meer geld verdienen. Dat is inherent aan het spelletje wat ze doen. Oh man, wat hou ik toch van volwassen mannen in pakken die praten over het spelletje. Maar het spelletje dat flitshandelaren spelen is, maakt niet uit wat de beurs doet, wij verdienen er toch wel aan, erg je niet. En dit is misschien wat moeilijk te snappen, maar gelukkig is Jan Versteeg een keer bij Flow Traders langs geweest. Kijk of hij het een beetje snapt. Het is inderdaad wel waar de daadwerkelijke handel plaatsvindt. Wat een schermen. Maar als ik hier even kijk, zo naar dit scherm, of naar deze schermen. Het is af en toe net alsof ik in een casino bij de fruitautomaat sta. Daar heb je ook. Hier is onze software development afdeling. Jullie hebben eigen software. Jullie hebben eigen software, holy shit. Zo presenteert hij nu ook Lingo. Een woord van 5 letters. Wat veel. Woehoe, kling, doeng, doe, doe. Kan de CEO van Flow Traders dan misschien zelf het een beetje uitleggen? Je kan je voorstellen dat soms het aandeel in Duitsland voor 20 euro te koop is en dat je in Nederland kan verkopen voor 20 euro en 1 cent. Dus ja. Daar kun je natuurlijk gebruik van maken. Er zit een klein prijsverschil in. Dus je kan iets op 20 euro kopen, verkopen op 20 euro en 1 cent en dan verdien je 1 cent. Als je dat natuurlijk met hele grote aantallen doet en heel efficiënt doet, dan kun je best wel daar een goede boterham mee verdienen. Als iemand zegt best wel een goede boterham, dan weet je dat hij tyfus veel verdient. En net wat meer dan iemand die zegt ik mag niet klagen. En zeker meer dan iemand die zegt als je maar gezond bent, ja toch? Maar wat doen flitshandelaren nou echt? Oké, stel je voor, er is een markt in het dorp en je mag er nog naartoe, want er is geen corona. En op die markt kosten tomaten 1 euro per kilo. Maar dan komt het bericht, de oogst is mislukt, dus tomaten worden schaars. En dan worden de prijzen verhoogd van 1 euro naar 1,10 euro. Maar dat kost tijd. De marktkooplui die moeten hun krijtje zoeken en keihard een onverstaanbaar geintje brullen naar de haringkraam aan de overkant. De oude prijs doorstrepen, een stukje heel vals meezingen met Marco Borsato, de nieuwe prijs opschrijven en dat duurt ongeveer een minuut. Maar wat doen flitshandelaren? Die hebben zeg maar hele snelle brommertjes waarmee ze alle kraampjes afgaan om binnen die minuut nog snel een heleboel tomaten te kopen voor de oude prijs. En als de prijs dan overal omhoog is, verkopen ze die tomaten weer voor de nieuwe prijs. En daarmee maken ze winst. Op de beurs zijn geen bordjes en krijtjes natuurlijk, maar dan gaat het digitaal. En daar hebben flitshandelaren geen brommetjes, maar heel erg snel internet. En dit is dan dus als de beurs omhoog gaat. Maar als de beurzen dalen, zoals nu door corona, ook dan verdienen de flitshandelaren geld. Want dan gaat het brommetje naar een kraampje waar de prijs al omlaag is aangepast. Dan koopt hij goedkope tomaten en dan scheurt hij snel naar een kraampje waar de prijs nog hoog is en verkoopt hij ze daar weer. Hebben we daar geen leuke animatie van? Nee, dat werd te duur. Oké. Crisis. Prima. En dat dus allemaal in een fractie van een seconde. We kijken even naar een fragment uit de tijd dat Annegien Steenhuizen nog stage liep bij de NOS. Handelen op de beurs met behulp van supersnelle computers. High frequency trading heet dat. Het zijn hele snelle computers die proberen een tiende, een honderdste seconde informatievoorsprong te hebben. Waardoor ze als het ware de krenten uit de pap kunnen halen.
Ja, dit was dus 2010 en wij komen hier nu pas achter, over informatievoorsprong gesproken. En sindsdien is die race om de snelste te zijn alleen maar heftiger geworden. The high-frequency traders decided that the speed of the land-based fiber networks was too slow, so they decided to now use microwaves. A microwave will shave a few more milliseconds off the time from Chicago to New York and from country to country. You know, how fast can they get? Well, you're bumping up against the speed of light. Ja, dus flitshandelaren willen zo snel kunnen handelen dat de snelheid waarmee het licht zich door glasvezelkabels verplaatst te langzaam is. En dan krijg je dit soort dingen. Een Amerikaans beursbedrijf koopt de zendmast in het West-Vlaamse Veurne en heeft daar 5 miljoen euro voor over. De zendmast in Veurne zal nu gebruikt worden voor razendsnelle data-uitwisseling tussen de beurzen van Londen en van Frankfurt. Deze flitshandelaren betaalden 5 miljoen voor een oude radiomast. En dat doen ze vaker, zendmasten kopen of bouwen om de gegevens met microgolven door de lucht te kunnen schieten. En daarmee 0,00005 seconden sneller te kunnen handelen. En dat is zo bizar kort. Jij moet binnen 0,00005 seconden reageren. Hoe heet je? Tex. Te laat. Ik zou nou een zendmast kopen als ik jou was. En voor flitshandelaren maakt het dus niet uit of de koersen omhoog of omlaag gaan. In beide gevallen kunnen ze geld verdienen met net iets sneller zijn dan de rest. Als er maar veel gehandeld wordt. En daarom zitten die mensen van het bedrijf Flow Traders nu in hun tentjes op kantoor. Want in tijden van de coronacrisis wil iedereen van zijn aandelen af. Niet alleen Flow Traders trouwens, want naast Flow Traders hebben we nog een paar grote jongens in Nederland, zoals IMC en Optiver. En die gaan ook lekker, want geen enkel bedrijf bracht meer quote 500 leden voort dan Optiver. In 2018 verdienden ze daar 500.000 per medewerker per jaar gemiddeld. En ze hebben 1038 medewerkers. Dus reken maar uit hoeveel dat in totaal is. Lukt je niet, hè? Lukt hun zeker wel, want het zijn de allerslimste rekenaars van het land die daar werken. Hier, 2018 werd de wiskunde-olympiade gewonnen door een team van Optiver. En in 2019 wonnen ze ook. En afgelopen januari weer. Dat zijn dus superslimme wiskundigen die heel moeilijke computercode kunnen schrijven, puur en alleen om maar zoveel mogelijk geld te kunnen binnenharken. Kijk, als de tomaten opdreigen te raken, dan gaan zij dus niet proberen om een oplossing te vinden, maar dag en nacht met hun scootertjes over die markt crossen om nog wat extra geld voor zichzelf binnen te harken. En dat is natuurlijk niet verboden, maar het is wel een beetje zonde. Want kijk, op de schaal van nuttig werk heb je zeg maar hier de nuttigste beroepen, hè, zoals verpleger en juf en meester. En weer wat verder heb je de timmerman. En dan kom je hier bij de winkelier of lifestyle guru. En dan verdien je wel lekker geld. En dan kun je indirect de wereld wat beter maken. Maar dan komen we helemaal hier. Hier aan het eind van de schaal van nutteloosheid. Pardon? Nee, niet jij. Nee, omdat ik hier zit? Ja, snap ik. Nee, ja. Ik ga flitshandelaren. Oh, ja, hier staan de flitshandelaren. Want die dragen dus echt helemaal niks bij aan de wereld. Sterker nog, volgens Brits onderzoek kosten flitshandelaren de gewone beleggers zelfs zo'n $5 miljard per jaar. En dan kun je nog denken, oké, prima, de ene geldwolf pakt het geld van de andere geldwolf af. Maar het gaat dus ook ten koste van pensioenfondsen. Pensioenfondsen beleggen ons geld in aandelen om straks de pensioenen van ouderen te kunnen betalen. Maar als een pensioenfonds aandelen koopt of verkoopt, springt er zo'n flitshandelaar tussen om een graadje mee te pikken. En dat kost geld en dat gaat dus weer ten koste van onze pensioenen. Maar het wordt nog erger. Pensioenfondsen die willen dit natuurlijk niet en die proberen dat te voorkomen. Maar om dat te doen, moeten die pensioenfondsen zelf ook weer superslimme mensen inhuren. Alleen maar om dat geschraap van flitshandelaren tegen te gaan. En al die hersenkracht van die slimme lui die al die wiskundewedstrijden winnen, die gaat verloren aan een potje snelhandelen. En ik heb het nu een beetje proberen uit te leggen met tomaten, maar in het echt is het nog veel ingewikkelder. Het is zo ingewikkeld, iedereen die het helemaal snapt, gaat het zelf doen. Serieus, dit verhaal heeft mij al 3 researchers gekost, die het opeens tijd vonden voor andere uitdagingen. Toch, Tex? 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 Kut, ik was al bang dat hij het snapte. Nou, en nogmaals, het is niet verboden, maar ik word er gewoon een beetje verdrietig van. Op dit moment maken we de grootste mondiale crisis van de laatste decennia mee. En alles en iedereen probeert zijn steentje bij te dragen. Ik las dat zelfs de drankfabrikant Bols, bekend van de jenever, en die keer dat ik een tattoo liet zetten met I Love Gorningen, dat die nu ontsmettende handalcohol gaan maken.
En DSM gaat op eigen kosten desinfectiegel produceren. En overal in het land proberen bedrijven te helpen met het produceren van beademingsapparaten. Maar onze allerslimste mensen, die liggen in fucking tentjes en niet om te bedenken hoe we het meest efficiënt mondkapjes over ziekenhuizen kunnen verdelen of om berekeningen uit te voeren voor de wetenschappers bij het RIVM, maar om 0,00005 seconden sneller te zijn dan anderen om zoveel mogelijk geld uit een crashende beurs te kunnen schrapen. En dat is keihard werk, hoor. Nachtenlang doorhalen en niet thuis kunnen slapen. Dus laten we morgen om 8 uur allemaal op ons balkon 0,00005 seconden klappen voor de flitshandelaren. Het is een bizarre week. Het is echt een bizarre week. Ja, het is het hele land. Alles is gek. Ik vind ook, wij werken natuurlijk met een team en we zitten met heel weinig mensen op kantoor. Zo, en de rest zit thuis met videoschermen. Ja, en dat vind ik wel. Ik denk dat er nog nooit zo vaak in Nederland nu in huizen de zin heeft geklonken. Ik kan je wel zien, kun je mij horen? Ja. Nee, ik hoor jou niet. Hoor jij? Ja. En ook dat je ook ziet hoe je collega's de thuissituatie van mensen... Dat je opeens iemand is 35 en blijkt nog thuis te wonen. Nu ik opeens koffie krijg van zijn moeder. Ja, we hadden een paar collega's die bleken ineens nog thuis te wonen. Dat je denkt, dat was zijn vrouw, hè? Oh, dat was zijn vrouw. Was dat zijn vrouw? Hele leuke... Nou, gerijpte vrouw. Ja, leuk, tuurlijk. Alles kan. Ja. Leeftijdsverschil vind ik geen issue. Nee. En vind ik alleen maar mooi. Sommige pyjama's kunnen niet. Nee. Nee. Collega's, als jullie kijken, sommige pyjama's konden echt niet. Volgende week... Zullen we anders gewoon even doorgaan? Nee, maar ik vind dat er wel... Dit gaat misschien komende maanden een ding worden. Ik vind ook mensen die besluiten... Ik begin mijn ontbijt tijdens de videocall. Dat moet daarvoor. We hebben zelfs een collega, normaal, die woont in Zwolle. En die, normaal komt hij altijd, moet hij altijd 3 uur met de trein of zo. Weet ik veel hoe lang je vanuit Zwolle onderweg bent. Die verslaapt zich de hele tijd. En die verslaapt zich nu. Dus die heeft en dat forensen niet. Dus die kan gewoon en in zijn bed blijven. En die is dan alsnog te laat op de conference. Die is te laat. En het is ook al de eerste 10 minuten heeft hij zijn alleen maar audio. Dus dan zie je hem niet. En dan zegt hij, nee, je krijgt het niet aan de praat. Maar je hoort hem wel zijn tanden nog poetsen en zo. Dat soort dingen. Dus die is gewoon dan nog persoonlijke hygiëne aan het doen daar. Ja. Ja, het is gek. Nou, goed, we gaan door. Ja, en tijdens deze uitzending zijn er nog een paar vragen binnengekomen. Natuurlijk hebben we volgens mij nog net tijd voor. Hebben we tijd voor, Janine? Ja. Oké, nou, top. Wat hebben we? Eerste vraag. Hoi Arjen, ik klink een beetje hees. Moet ik me zorgen maken? Groetjes Katja Schuurman. Katja, dat klinkt niet goed. Zal ik even naar laten kijken? Even bellen. Nog een vraag? Zeker nog een vraag. Ik klink al dagen een beetje als Katja Schuurman. Moet ik me zorgen maken? Groetjes Erik ten Hag. Nee, lijkt me niet. Nee, toch? Prima. Nog meer? En een vraag van koning Willem-Alexander. Wat vonden jullie van mijn neologisme? Oh ja, dat is wel. Ja, koning Willem-Alexander die had in zijn toespraak had hij een nieuw woord bedacht. Heb je dat gezien? Eenzaamheidsvirus. Oh, is mooi, maar hij had nog een nieuw woord bedacht. Vond ik eigenlijk nog veel gaver. Wat dan? Samenleving. Oh, kijk maar. We beseffen ook maar al te goed hoe onmisbaar de mensen zijn die voorkomen dat onze samenleving stilvalt. Mooi, hè? Samenleving. Stamen, samen met cerk. Ja, of samenleving, dat is een maatschappij waar niemand de zin normaal kan uitspreken. Ja. Sowieso een prachtig nieuw woord van de koning. Heel mooi. En dan de laatste, die heb ik ook nog even. Hoi Arjen, lieve Tex. Jullie geven eerder aan, blijf zoveel mogelijk thuis. En als je dan naar buiten moet, houd dan afstand. Maar nu is mijn vraag, hoeveel afstand moet je bewaren? Er staat, stel je moet een minimum opgeven. Ja, heel goede vraag. Ik zou zeggen, minimaal 1,5 meter afstand. Hè, want dan vallen er minder doden. Afstand houden, minder doden. Ja. Je weet hem nog. Ja. Maar het lijkt gewoon heel moeilijk voor mensen te zijn. Dus eigenlijk, ik weet dat we steeds 1,5 zeggen. Overheid zegt 1,5. Maar er gaan gewoon dus mensen dood als we dit niet doen. Dus ik zeg, laten we er gewoon 2 meter van maken. 2 meter afstand. Maar hoe weten we dan hoeveel 2 meter is? Ja, dat is gewoon meer dan 1,5. En ja, ik ben zelf precies 2 meter. Dus jij bent 2 meter? Ik ben 2 meter. Oh, dat is wel handig. Kun je misschien anders even hier op tafel gaan liggen? Dan kunnen we zien hoeveel dat is. Dit is echt niet wel handig. Als dit nodig is voor mensen om afstand te houden... Zo moeilijk is het niet, dit. Oké, top. Hou een tekstlengte afstand, mensen. Dit was Zondag met Lubach vanuit de Situation Room. Heel veel bedankt voor het kijken. Veel afstand deze week en tot volgende zondag. Wond je witte neukfilter? Kanoneer je man op Wit Kabaal. Of baat de gedichtjes achter in de torrent. Slik bier, word je te kabonneren. Vlag hoor, boei.